Yo mensen, vandaag weer aan voor rest met een nieuwe video. Vandaag zal ik een unboxing doen van waarschijnlijk mijn gamingmuis. Ik heb het nog niet geopend, maar hierin zit mijn gamingmuis, denk ik. Ik had een gamingmuis en toetsenbord besteld. Ik heb dat ook meegegeven in een video die jullie kunnen zien. Ja, laten we eraan beginnen. Dus je hebt zo, pak je voelt er zo een beetje zacht aan. Het is van China Post Airmail. Hier staan al mijn gegevens op dit witte stickertje. En op deze ook nog wat gegevens. Ja, laten we het gewoon openmaken. Dus hier. Oh, het is goed dichtgeplakt. Zo. Zo, daar heb je het. Inderdaad, het is mijn gamingmuis. Ik zal het hier uithalen. Zo. Ik weet niet waarom dit vlindertje hierin zit. Grappig. Oké, laten we ook leggen. Vlindertje hebben. Ja, je ziet. Dit is mijn gamingmuis. Oh, what the fuck. Ah, dit is een magneet. Ah, dit is een. Ah, een vlindertje met een magneet erin. Om aan de koelkast of zo te hangen. Inderdaad, ja. Zo. Je ziet dit. Vlinder met magneet erin. Voor aan de koelkast. Het zijn waarschijnlijk ook de kleuren van mijn gamingmuis. We doen het even open. Want dit is plastic. Oh my fucking god. Het ziet er zo fucking nice uit. Oh my god. Hier heb je hem. Oh ja, inderdaad. Oké. Even dit plastic wegdoen. Ja. Laten we het eruit halen. Nice, nice. En nogmaals nice. Kijk eens aan. I love it. Oké, dus ja, we zullen het even bekijken. De draad is niet zoals bij gewone van plastic, maar het is zo van een soort van stof. Het is met een gewone USB-poort, zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen zien. Zo. Met laser en je ziet de scroller hier van onder erdoor komen. Is zeer goed voor gaming. Kijk, dus het ligt zeker goed in de hand. Zo, hier kan je niet wegslippen met je duim. Hier heb je een soort van ja, ook ding dat je niet kan wegslippen. Hier heb je dan nog twee buttons. Hier zo, deze twee kleine buttons tussen mijn vingers, zoals je ziet. Dat is voor vooruit en achteruit de pagina. Dit is ja, een beetje show. Ik vind het wel leuk dat er zo'n beetje show bij zit bij deze muizen. Ja, voor de rest, zeer goed aan de onderkant en zo. Kan zeer goed schuiven. Klikt goed. Je hebt hier ook nog een knop. En ik weet niet echt waarvoor deze dient. Ik zal het wel nog zien. En dit is gewoon de scroller die er zeker cool uitziet, omdat die van achteren uitkomt. Game Family staat er ook op. Het is van Basalize of zoiets. Ik weet het niet. Ik ken het merk zelf niet. Dus ja. Hier heb je het. We zullen hem even testen. Dus we doen dit draadje eraf. Zo. En we pluggen mijn andere muis uit. Gewoon een USB van deze zoals je ziet. En we pluggen deze muis in. En zo. Daar heb je hem. Oh, super cool. De scroller is rood, inderdaad. Kijk, en het is alleen rood aan de bovenkant. Je mag nog zoveel scrollen als je wil. Het blijft rood aan de bovenkant. Ziet de muis uit. Hier met de laser van achter, dus daar heb je. Even kijken. Oh, het is nog niet klaar voor gebruik. Het is nog aan het installeren. Even wachten. We zetten de muis wel even in beeld hier zo. Normaal moet het ongeveer klaar zijn, zodat ik hem kan gebruiken. USB optical mouse. Ik vind dat hij er echt zeker cool uitziet met deze soort van blinkende dingen zo. Heel mooi vind ik. Ja, je krijgt er ook nog zo'n zakje bij om hem in te bewaren. Maar ik zal hem niet bewaren. Ik zal hem zeker gebruiken. Deze vlinder, ja. Ik weet niet waarvoor dit niet. Gewoon random erbij gestoken, denk ik. Even mooi in beeld brengen. Oh my fucking god, de vlinder valt eraf. En het duurt een beetje voor het geladen is. Het downloaden van stuurprogramma Windows Update. Nou ja, het moet een beetje gedownload worden en zo. Dus kijk, ja. Hier heb je de supercoole muis als je hem stillegt.
blijft hij een beetje zo. En als je hem beweegt, ja, wordt het wat roder hier. Ja, zoals je ziet. Het ziet er super cool uit. Een beetje een muis met veel show. Maar ja, dat vind ik zeker het geld waard. Voor 7 euro heb ik deze gekocht op AliExpress. Het kost zeker niet veel. Het ziet er super mooi uit. En is gratis naar België te verzenden met China Post Airmail. Ja, dit was het. De muis. Super nice. Super, super nice. En ja, die zal ik gebruiken in mijn video's om te spelen. Dit is de muis die ik al altijd wilde. Ik zie jullie op mijn volgende video. Adios!